In de Tesla zit ik met Marijn Berk. Marijn heeft een tas gemaakt, de Force Pro. En ja, een computertas, een werktas. Maar er zit nog wel een aardig blokje in. En dat blokje, dat kan iets. Dat hoort erbij. En voor de rest is die rood en past lekker bij mijn Tesla. En daar gaan we eens even over praten. Wat dat tas eigenlijk is en wat er nou bijzonder aan is. Ik mag er rijden. Okay. Marijn, deze tas, de Force Pro, is de allerduurste tas die ik ooit van mijn leven heb gehad. Wat kost deze? 549 en 599 euro. Oké, een tasje van 550 euro. Dat, toen ik dat dacht, van nou, wauw. Hij ziet er mooi uit, mooi kleurtje, allemaal vakjes, toestanden, maar alleen dat blokje wat erin zat. Wat is dit blokje wat erin zit, Marijn, wat doet dat? Dat heeft onder andere Bluetooth, waarmee hij draadloos communiceert met je telefoon en hij laadt al je apparaten op, dus je laptop, je telefoon, noem maar op. Ja, en hij kan ook, er zit ook een stekkertje aan zelfs voor mijn MacBook. Klopt, ja. En dus ik heb een MacBook Pro en hoeveel uur extra kan ik daarmee werken? Twee keer zo lang. Oké, en dan heeft hij ook nog ruimte, nadat hij mijn laptop heeft opgeladen, kan hij ook nog mijn telefoon opladen. Ja, het hangt een beetje af van je type laptop, maar het heeft behoorlijk wat capaciteit. Dus, ja, 28.000 of zo? 26.000. 26.000 ja. Milliampère uur. Ja. Oké, dus dan kun je in ieder geval, je iPhone kun je daar een 10 keer mee opladen, 2,5 keer je iPad of inderdaad je hele laptop ding. Exact. En er zit ook Bluetooth in, en wat heb je daaraan? Er zit een app bij, daar kan je precies zien hoe vaak je apparaat er nog op kan laden. Dus als je de deur uitloopt, dan hoef je niet in je tas te kijken. En hij waarschuwt jou ook als je hem ergens achterlaat. Oh, dat is ook handig. Dus helaas, dat is ook iets handig. Oké, okay. Ja. Dus dat zijn de features die erin zitten. En dit apparaat, en dit is jouw bedrijf? Ja, klopt. Ja. Force, het bedrijf heet? Force. Force, oké. Okay. En hoe oud ben je? 27. Oké, okay. En dit is hoeveelste bedrijf? Mijn tweede. Tweede bedrijf. Eerste bedrijf was in? Was in zonnecellen, of tenminste telefoonladers op zonne-energie. Telefoonladers op zonne, oké. Okay. Dus heb je een beetje ervaring op gedaan met batterijen en toestanden? En, exact, ja. En ook het doel is eigenlijk om mobiliteit te stimuleren. Ja. Hey, wat is het idee achter deze Force Pro tas? Het idee is dat mensen steeds vaker onderweg zijn. Mm-hmm. En dat tassen daarbij een centrale rol innemen. Een steeds centralere rol. Mm-hmm. Dus die willen we verbeteren. En we willen de tas meer functionaliteit geven en daarmee mensen de vrijheid geven om eigenlijk overal te werken waar ze maar willen. Oké, okay. De tas vertelt of je in de buurt bent en hij vertelt ook hoe vaak ik nog... Nee, hier links, okay. Je mag hier gewoon naar... We gaan weer terug naar de... Oké. Okay. Oh ja, we hadden eigenlijk die kant uitgevoerd. Ja. Als je navigatie volgt van die kant, dan kom je bij jij ergens straat weer terecht en dan hoef je niet over na te denken. Hoe vind je het trouwens rijden in die Tesla? Ja, geweldig. Het is echt de volgende generatie auto's. Ja, dus je bent maar je had al eens een keer in die oude Tesla gereden, die Roadster. Ja, klopt. Ja, ja. Dus dat is wel een beetje vooruit gegaan. Absoluut. Ja. Hey, maar voor zonnecellenladers, zeg maar, laders op zonne-energie voor India en Afrika naar $500 of 500 euro tassen voor de professional, dat is wel een groot verschil. Zeker. Ja. Is niet zo goed bevallen, die eerste markt? Nou, het probleem, of de uitdaging moet ik zeggen, met Afrika en India is met name distributie. Het is heel moeilijk om je producten bij die mensen te krijgen. Ze hebben geen stroom, maar dat betekent ook dat er geen winkels zijn, er zijn geen wegen. Dus dat maakt distributie erg kostbaar. Terwijl de mensen er steeds eigenlijk veel minder te besteden hebben daar. Dus. Maar de wakka-wakka loopt toch klaar, aardig? Ja, klopt. Nou, dat is ook een, zeg maar, buy one, give one. Ja. Wij doelden echt op een winstgevende onderneming, rechtstreeks gericht op die doelgroep. Nee, ja. Wat kostte jouw product toen? $3. Dus, huh? Dus, ja. $3? Ja. Maar het kostte gewoon $10 om het ergens te krijgen? Dat is, precies. En toen zijn we in gesprek gegaan met een groot telefoonbedrijf. Die deal was bijna rond. Toen werd er een... Welk jaar was dit? Dit was 2011. Nee. En er zijn nog een jaar mee in gesprek geweest. Ons doel was echt om het probleem op te lossen. En dat doe je niet door een indirect gesubsidieerd model. Nee. Dat moet rechtstreeks. En je ziet dat... In die markt zijn er 2 miljard mensen die geen stroom hebben. En 500 miljard daarvan hebben een mobiele telefoon. Dus
Dat kan je niet doen door hier en daar een paar duizend stuks weg te zetten. Dus ons doel was echt om dat te doorbreken en een product neer te zetten wat in tientallen miljoen stuks die markt. Voor $3, ja. Exact. Ja. En dat is inderdaad. Dus dat is een mooi. Heb je heel veel van geleerd? Ontzettend veel, ja, ja zeker. En nu, waarom wil je dus professionals van de tas gaan voorzien van $500? Maar even compleet andersom. Ja, ja dat is absoluut. Ja, je kan van extreme naar extreme gaan natuurlijk. Ja. Wat je vaak ziet bij innovaties, dat je natuurlijk vaak in de top van de markt begint. Dat heeft een reden, omdat je in kleine producten... Zoals Tesla. Ja. Exact, ja. Kleinere series, nieuwe technologie, noem maar op. Dus dat is eigenlijk de reden. Het is enerzijds een keuze, anderzijds een beperking. Omdat je kosten zijn nog hoger dan zeg maar de traditionele tassen. Oké. Okay. Ik ga zo eens even kijken naar die Bluetooth, dat ding gaat vertellen. Zo, dus deze heeft nu een Bluetooth-verbinding met mijn telefoon. En nu kan ik hierop zeggen van, oké, hoe vol zit hij nog? Nou, 65%. En ik kan precies zien hoeveel ik van mijn apparaten nog kan opladen. Dan kan ik hier nog even zeggen, notificaties. Ik kan aangeven, als ik ver van mijn tas afkom, dat ik dan een bericht wil hebben... Als die opgeladen is, dat ik een berichtje wil hebben. Of als die helemaal leeg is, of ik een berichtje wil hebben op mijn telefoon. En voor de rest kan ik ook nog inderdaad zien van... ik kan uitgeven welke devices ik heb. En hoe vaak ik daar nog van kan laden. Dus dat is een intelligent, een tas met een app. Nou, dat is toch wel echt... wie heeft er nou een tas met een app? En... ja, het werkt. Het is echt hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk om een extra batterij te hebben. Maar €500, weet je wel, van wat kost eigenlijk normaal gewoon in de winkel een batterij van deze van 28.000 of 26.000 milliampère? Als dat in een gewone traditionele tas stopt, dus even rationeel, niet vanwege de design. En een Bluetooth connectie is natuurlijk helemaal mooi, net zoals mijn Tesla, die heeft ook een... Die vertelt ook wat hij aan het doen is. Ja, precies. Kijk, ik denk dat je er ook een beetje zo naar moet kijken. Het is uniek. Precies, en dat is het. En, het is qua gebruikerservaring, alles is speciaal ontworpen dat in de tas past. Je hebt niet meer allemaal losse apparaten bij en dingen bij. Het is gewoon een mooi geïntegreerd geheel. Ik vond het wel mooi geïntegreerd, maar er stonden niet allemaal kabeltjes bij voor mijn iPhone en voor mijn USB. Expert, die moet ik echt weer apart gaan bijzoeken. In principe, we gaan ervan uit dat als jij, als jij een telefoon hebt, heb je die kabels al. De meeste mensen hebben kan. Er ook meerdere. Misschien had je eerder een iPhone 5S, nu heb je een iPhone 6 en dan heb je minstens al twee van die kabels. Mm-hmm. Dus we hebben ervoor gekozen om een open platform te gebruiken. Ja. Dit is een open platform. Ja. Dit is gewoon een open platform. Ja, dat is wel heel slim om dat zo te doen. Ja, ja. En, maar ik moet hem eruit halen. Of heb je nog iets slims dat ik hem ook gewoon aan de zijkant van de tas eruit kan laten komen ofzo? Want ik moet nu dat ding eruit halen om hem op te laden. Om je... je bedoelt... Oh, hier. Nee, dat hoef ja, wat door. Slimme manieren. Nee, daar hebben we hier rits voor. Je kan in principe... Je bedoelt om de tas zelf op te laden. Nou ja, ik had eigenlijk gewoon die stickers ook aan de... nu moet ik nog dat ding ergens vandaan halen. Nee, die kan je hier... Kijk, die batterij zit gewoon standaard hier vast in. Ja. Dan komen hier de USB-poort uit. Dus die kan je dan hier in die vak laten gaan. Die kan ik niet. Oké, maar die kan ik hier... Dit kan ik niet verder doorgaan. Nee, dus bijvoorbeeld als jij je telefoon op wil laden, dan kan je hier je kabel... Die laat je dan gewoon zitten. Dus je hoeft één keer te installeren en dan heb je gewoon je kabels heb je vast in je tas zitten. Oké. Dan hoef je ook nooit meer... dat is juist het hele doel. Hij heeft ook een bewegingssensor. Dus je hoeft hem nooit meer aan of uit te zetten. Als je hem niet gebruikt, gaat hij automatisch in slaapstand. Gebruik je hem weer, dan gaat hij automatisch... Dat moet ik nog even erbij opnemen. Dus dat is... even zien, dat moeten we dan even... pak maar even die tas, dan zal ik het nog even meten. Dan zal ik even toch... pak hem maar even op. Ja. Deze? Nee, pak de tas. Nou, even schoon. Ja. Dan meet ik het nog even. Dan film ik het nog even. En dan kun je dit nog even uitleggen, dat je dus dat je die kabels daar... Wil je dat ik deze er even in doe in die tas? Mm-hmm. Nee, dat is wel goed om dat even te laten zien, waar dat ding hoort. Doe me dat even. Dat ik dit in een auto doe. Wat is dit voor een dom ding?
Dat is een laptop computer. Dus we hebben Bisschoot? Bisschooting? Ja, nou ja, dat is maar net hoe je er naar kijkt. Het heeft voorstand laptops met een snelheid van 90 watt opladen. Dat is ook weer een verschil met een normaal batterijpakketje, zeg maar. Dat is echt een enorm hoog vermogen voor een mobiele batterij. Okay. Misschien wel het hoogste ter wereld, denk ik. En wat je natuurlijk ziet in een tas, is dat het is een gesloten ruimte. Dus je wil bepaalde dingen wil je extern houden. Zodat het niet te veel hitte opwekt. En dat komt de levensduur van je batterij en dergelijke ten goede. Dus vandaar dat we die in een apart dingetje hebben. Dat geloof ik wel, dat je die apart moet doen, maar ik vond ze groot. Maar ja. Zit er dan zoveel in of is het vanwege de warmteafvoer of zo? Dat tweede, eigenlijk beide. Er zit behoorlijk wat in, want hij moet iets van 10 verschillende voltages kunnen leveren. Voor verschillende laptops. Oké. Okay. Dus daar zitten allerlei verschillende. En hier in het kabeltje zit al de daarmee selecteer je al dit kabeltje, selecteer je de. Ja, klopt. Er zit een intelligente aansluiting. Ja. Vandaar dat er ook meerdere pinnen heeft. Ja. Er zit een data. Oké, okay, dat mag je niet even vertellen. Dat is goed. Heb jij hier een iPhone kabeltje liggen daar? Ja. Dat is goed als ik die hier laat zien. Deze gaat hier in. Dan komt hij hier uit. Het voordeel van deze USB-poorten is dat we ze ook. We hebben ze zo ontworpen dat je die stekker er op beide manieren in kan steken. Dus normaal moet je 3 keer proberen. En deze die kan er zo in, maar hij kan er ook omgekeerd in. Nou, dat moeten we ook even doen, dat is leuk. Dat is een ellende. Kleine dingetjes. Ja, dat zijn leuke dingen. Kan jij het zo zien? Ja. En die andere, hoe stop je die erin? Deze die gaat hier in de zijkant. Stop hem maar in, ja. Dus mag je dan nog even... Even kijken, even nog de... Ja. Dan kan ik het hier gewoon... Moet je even je arm weghouden. Precies.